Hallo, leuk dat je kijkt. Ik zet de camera maar weer eens aan. Ik wou dit landschap schilderen. En ik heb de schets al gemaakt dan. Dat heb ik gedaan op een papier van 40 bij 30 centimeter. Daar heb ik lichtgrijze gesso op gedaan. Dus ik heb gesso een beetje verdund met water. En dan wat zwarte acrylverf erdoorheen. Dat op het papier gesmeerd. 24 uur laten drogen. Toen heb ik de schets eerst met potlood even opgezet. Toen ben ik er met verf overheen gegaan. En het voordeel van schetsen op zo'n wat grijzige ondergrond is dus dat je wat houvast voor jezelf kunt maken. Niet alleen in de donkere partijen, maar ook in de lichte partijen. Dus ik zal even laten zien. Ja, het spreekt natuurlijk voor zich, maar bijvoorbeeld hier die vuurtoren daar in de verte. Daar wil ik liever niet een hele donkere lijn neer gaan zetten, omdat dat dan later moeilijker is om weg te werken dan wanneer je er een lichte lijn hebt staan. Hè? En er staat natuurlijk, eigenlijk staat er geen lijn, er staat een wit vlakje, een licht vlakje. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor wat van die bloemetjes. Maar ja, goed, dat zijn eigenlijk van die dingen. Ik heb gewoon heel grof een beetje de banen zo neergezet als schets. En dat zien we verder wel als de groene kleur er een beetje in staat. Dan pas ga je natuurlijk eigenlijk die bloemetjes doen. Maar voor het idee, het is dus wel zo, net als hier. Je kunt dus van die lichte dingen kun je ook in je schets zetten. En dat geeft een fijn gevoel dat je houvast hebt twee kanten op. Dus van licht naar donker, maar ook van donker naar licht. En dan maak ik bepaalde keuzes. Hier is het bijvoorbeeld vrij donker. Heb ik een relatief donkere grijze kleur op mijn palet. Hè? Dus dan kan ik even. Ja, hier zit ik trouwens op het tape al te schilderen. Dat schilderstape. Dus dit valt verder van mijn schilderij af. Maar de donkerste stukken, als ik dan zeg van. Even kijken, hier heb je dit stukje wat zo gaat. Nou, heb je hier een donker stukje. Dus dat is allemaal vrij donker. Dan heb ik vast een beetje. Hou vast, maar als ik dan zeg van oké, maar dan moet het hier straks iets lichter worden. Ja, dat is zoiets als hier. Of hier zo in de schaduw. Een klein beetje lichter her en der. Ja, zo hier onderin. Dat is net ietsjes lichter. Maar goed, dat is gewoon. Hè, dat kun je allemaal ook doen als je eenmaal met kleur gaat werken. Maar je kunt op deze manier schetsen dat je wat alvast varieert in toonwaarde. Dat je daar wat houvast aan hebt als je gaat schilderen. Kijk, zoals hier op deze rots hier. Is het wat net ietsjes donkerder dan hier. Dat scheelt echt maar niks. Maar. Het is toch iets en ik kan het aangeven in mijn schets. Mag ik het ook zelfs overdrijven? Dat maakt allemaal niks uit. Door gewoon daar wat lichters neer te zetten en het daar dan bijvoorbeeld eronderin weer wat donkerder te maken. Hè? Dus dat kan allemaal. Zie, dus dan hou ik me gewoon een beetje aan de vormen die ik zie. En dat geldt eigenlijk voor deze rotspartij ook. Het is relatief donker. Ik hou hem eventjes ietsjes lichter. En nou, misschien is dit wel een beetje erg licht, maar wat maakt het uit? Daar is het vrij licht in de schaduw, of iets lichter in de schaduw. Hier bovenop zitten van die plekken. Kijk, dat is net wat lichter. Daar misschien eens een keer. Nou ja, goed, ik ga dit ook niet te uitgebreid hier doen. Ik bedoel, dit komt natuurlijk allemaal straks. Als we met kleur gaan werken. Hè? Hier is het wat lichter en dan wordt het eromheen weer wat donkerder. Zie je, dan heb je toch net wat steun misschien als je straks met kleur aan de slag gaat. Dat is gewoon prettig, hè? En dat mag dus allemaal, hè, met schetsen. Je moet zelf zoeken naar wat je fijn vindt om als steun te hebben als je gaat schilderen. Je mag zelf zo ver gaan als je wil met lijnen. Maar ook met vlakjes. Die vlakjes trouwens, zoals ik nu doe, dus die vlakken in toonwaarde. Ja, het advies is natuurlijk wel om dat pas te doen als je redelijk zeker bent van dat de dingen een beetje op de juiste plek staan, hè? Dus als deze rots een heel eind hierheen had gemoeten, dan is het natuurlijk niet slim dat ik dat nu in ga vullen met een toonwaarde, hè? Dus je zorgt eerst dat een beetje die lijnschets goed staat. En dan ga je door met eventueel wat toonwaarde. Maar goed, zo bouw je heel makkelijk. Daar schiet ik uit. Bouw je heel makkelijk steun voor jezelf op. Nou ja, zoiets als die horizonlijn heb ik vrij fors neergezet nu natuurlijk. Dat is om een scheiding te maken. Maar eigenlijk is daar die harde scheiding is daar natuurlijk haast niet. Hè? Dus die zal ik ook even iets wegwerken met een beetje iets van mijn gumkleur.
Dan probeer ik hem even net iets subtieler te maken, dat ik er straks minder last van heb. Zijn er nog meer dingen die ik per se graag nog zou doen? Ik weet het niet. Ja, ik kan hier... kijk, in het water is wel leuk om hier even een iets lichtere schaduwkleur te maken. Om toch even aan te geven dat hier die rotsen op het water een slagschaduw hebben. Veroorzaken, zal ik maar zeggen. Nou, zoiets. En dan ben ik hier dat donkere stuk onder in deze berg nog even vergeten. Rots. Zo toch? Of zit ik nou verkeerd? Nee, dat gaat wel. Zo. Nou ja, zoiets dus. Dat is wel goed. Zo heb ik genoeg houvast om met kleur te gaan werken. Okay, ik ga gewoon de kleur van de lucht vastmengen. Vind je ook niet? Ik ga nou dus voor het eerst eigenlijk, eigenlijk voor de tweede keer. Ik heb gisteren een heel klein beetje hiermee geschilderd. Maar dit is Artist's Quality acrylverf van Winsor & Newton. Daar heb ik nog nooit mee gewerkt. Dat heb ik van iemand gekregen. Een collega, kunstenares, die wou hier niet mee schilderen zelf. Dus die heeft het aan mij gegeven. En dat vind ik altijd wel leuk om even uit te proberen. Ik ga het niet meteen, durf ik dat niet aan om dat bij mijn eigen werk te doen. Bij werk wat ik belangrijk vind, zou ik maar zeggen. Zo bijzonder zal het ook niet zijn. Het zal gewoon hele goede verf zijn. Want het is artiestenkwaliteit van Winsor & Newton is natuurlijk... Dat moet goed zijn. Dan doe ik ook nog maar eventjes wat is dit voor geel? Azogeel middel dus. Oh ja, en waarom heb ik die foto nou gekozen? Want dat is altijd leuk om te vertellen. Ook omdat, soms weet je het niet. Je wordt gewoon door iets geraakt dat je denkt, oh, dat lijkt me leuk om te schilderen. Maar dat komt natuurlijk meestal ergens door. En bij deze foto vond ik het, ik vind dat altijd eigenlijk leuk. Dat atmosferische perspectief, hè. Maar het is hier, die voorgrond is redelijk scherp. Zit ook veel detail in relatief gezien en veel kleur. En hoe verder je naar achteren gaat, hoe kleiner de kleurcontrasten, hoe blauwer het eigenlijk wordt of grijzer. En ook hoe kleiner de contrasten tussen licht en donker worden. Want kijk, bijvoorbeeld deze rots. Als je alleen die rots zou zien, zou je zeggen, oh, dat is een donkere schaduw. Ja, dat is het ook wel, maar het is een heel ander verhaal dan wat je hier ziet. Het verschil hier tussen donker en licht is veel groter dan hier. En dat zorgt voor die dieptewerking. En hier, nog verderop, wordt het allemaal nog veel, zie je veel minder detail in kleur en in licht en donker. En ja, is het veel meer een soort, als je door je oogharen kijkt, zie je dat. Dan zie je dat veel dichter allemaal bij elkaar ligt. En dat zorgt voor die dieptewerking. In ieder geval, ik begin met die lucht. En ik wou dus zeggen, die lucht die lijkt heel erg licht, hè, als je dat zo ziet. Maar als je kijkt naar de witte rand van mijn papier, zie je dat die toch net ietsjes donkerder is. Dus het is niet gewoon wit of zo, maar het is zit net wat kleur in. Nou, als het goed is, is die ultramarijn behoorlijk een sterk pigment. Of ultramarijn is geen sterk pigment, maar hij moet goed gepigmenteerd zijn, laat ik het zo zeggen. Want het is een artiestenkwaliteit acrylverf. En dat zie je ook wel. Dat ziet er heel mooi uit, hè. Dus als je dus een studiekwaliteit ultramarijn zou gebruiken, dan zou je relatief meer nodig hebben om hetzelfde te bereiken. Nou zal dit al eigenlijk misschien wel iets te donker zijn. We kunnen het even controleren door de verf op de achterkant van het paletmes te pletten. Nou, voor sommige stukken gaat het wel eigenlijk. Het is eigenlijk qua toonwaarde daar niet zo verkeerd. Doe ik er een klein beetje geel door. Oh, dat is een beetje erg relatief blauw, zal ik maar zeggen. Kijk, en nou wordt hij iets grijziger. Dat is goed voor hier zo bovenin. Goed genoeg althans. Ik ga het nou ook niet zo precies overal aan houden. Nou ga ik een beetje daarvan afhalen om lichter te maken voor hier. En dan mag er denk ik ook een tikje rood doorheen. Maar we gaan het zien. Ook lekkere substantie hoor, die verf, zie. Maar goed, dit is geen reclameapparaatje voor die verf of zoiets. Maar het is altijd gewoon wel grappig om eens een nieuw merk uit te proberen. Hè? Of een oud merk wat voor mij nieuw is.
Kijk, dat is niet verkeerd voor hier, dat is goed. Daar is het, mag het nog ietsjes lichter en dan een klein tikje rood ook erin. Dus plet die pigmenten lekker door elkaar. Klein tikje van dit. Oh ja, en dat wou ik dan ook nog zeggen. Het was een soort set van een paar tubes. Het was dus ultramarijn, er zat geen ander blauw in. En dat vind ik gewoon even grappig. He, om eens te kijken hoe ver we ermee kunnen komen. He, we hebben dus azogeel middel. En dan zat er in phthalo groen. Phthalo groen heb ik volgens mij nog nooit gebruikt. In mijn hele leven niet. En dan hebben we titaan wit. En dan hebben we gele oker. En we hebben alizarin crimson. Dus dat is ook. Er zit niet bijvoorbeeld een Ferrari rood in, zal ik maar zeggen. Nee, er zit die soort magenta-achtige rood in. Hè? Een karmijnrood. En, maar dus het voornaamste wat ik zal gaan missen is een blauw dat ik wat naar groen kan laten kiepen voor hier bijvoorbeeld in het water. Dus ik weet niet, misschien moet ik toch nog grijpen naar een cyaan of een phthalo blauw van mijn andere tubus. Maakt ook niet uit. Ook niet te streng te gaan lopen doen. Maar goed, de luchtkleur heb ik gemaakt. Oh, laten we het meteen uitproberen, dat water. We gaan gewoon eens kijken. Dat moet haast niet kunnen, dat ik dat kan ombuigen naar een... Ik ga het in het klein even testen, kijk. He, dus we weten allemaal inmiddels, denk ik wel, dat ultramarijn is een blauw dat eigenlijk al een beetje rood in zich heeft. He, het is een beetje een paarsig blauw. Kortom, een blauw eigenlijk dat uit twee primaire kleuren bestaat. En als ik daar dus, ik zou kunnen denken, oké, dan kieper ik er wat geel doorheen om hem wat groeniger te krijgen. Dat kan, maar dan wordt hij eigenlijk grijziger, omdat we dan drie primaire kleuren door elkaar zitten te mengen. Kijk. Maar soms kun je ermee wegkomen, red je het nog net voor bepaalde blauwe. Maar ik denk dat het hier net niet gaat lukken. Kijk, dat wordt echt al meteen wel erg. Nou, het zit toch nog aan. Het kan net. Ja, voor hier. Even kijken hoor. Gewoon wetenschappelijk onderzoek, hè, dit. Oh, dat geel is best heftig. Dus eens kijken hoe ver we kunnen gaan zonder dat het te grijs wordt. Tja, het zou net kunnen. Ja, het zou, ja, als je het heel fris wil hebben, dan moet je eigenlijk... Maar zou ik het eens voor de grap, ik laat het wel even zien. Dus kijk, even zien... Waar is mijn phthalo? Kijk, ik vind het toch... Dan laat ik het toch ook even zien. Want het is natuurlijk ook om dingen te leren dat we hier naar kijken. Tenminste, dat denk ik. Dus ik heb hier phthalo blauw. En phthalo blauw is eigenlijk een blauw... Als je op de kleurcirkel kijkt... Dat net iets meer naar geel kantelt. Hè, dus meer richting groen. Dan naar paars. Hè, ultramarijn kiepert een beetje naar paars... Phthalo kiepert een heel ietsiepietsie naar groen. Dus kortom, als ik die lichter maak, hè, kijk wat er gebeurt, krijg ik best wel een fel soort blauw. Nou, dat zit hier al veel meer in de buurt zo al. Hè? Dus, en die is dus eigenlijk, voor dit, is die nu ongeveer de goede toonwaarde. Mag iets lichter. Maar wat je dan dus hebt, is dat hij nog steeds wel... Hij is wel een beetje aan de felle kant, hè, aan de verzadigde kant. Dan kun je er een klein puntje nog van rood doorheen doen... om die derde primaire kleur er doorheen te doen, eigenlijk. Hè. En daarmee maken we hem net ietsjes grijzer. En kijk, dan zit je eigenlijk op die kleur die je daar ziet. Die is net... Kijk, dat is wat intenser natuurlijk dan wat we hier hebben. Dus, nou ja, heel verhaal. Ik kijk wel wat ik ermee doe. Wat zullen we eens doen? Ik ga toch, ja, nu heb ik toch phthalo liggen. Dan is het ook wel leuk om die te gebruiken ook, vind je niet? Dus dat doen we ook moeilijk. Huppakee. Dus dat is voor het water. Nou, phthalo is een heel krachtig pigment. Kijk eens, dat is even andere koek, hè. Dat is een heel heftig pigment. Dat is namelijk per pigment een beetje verschillend. Er mag een klein beetje karmijn doorheen. Even kijken hoor. Ah,
Nog een heel klein tikje zelfs. En een heel klein tikje geel. En nog een heel klein tikje karmijn. Het hoeft ook allemaal niet zo precies, maar een beetje in de buurt is wel leuk. Kijk, huppakee. Dat is wel aardig. En daarbovenin wordt het dan net iets lichter. Dus dan maak ik even een beetje aan. Oh ja, de reden dat ik dit dus doe, die kleuren een beetje op mijn palet al mengen. Dat is zodat ik straks heel makkelijk bijvoorbeeld nog een beetje nat en nat kan schilderen als dat nodig is. Want acrylverf droogt natuurlijk ontzettend snel. Nou, en zeker in die achtergrond, daar wil je het een beetje vloeiend in elkaar laten overlopen. He, dus, en dan wil je dus eigenlijk nat in nat schilderen, want dan gaat dat het makkelijkst. En dan kun je dus op een paar dingen letten. Dat de kleuren relatief gezien een beetje bij elkaar in de buurt zitten. En dat je ze dus al op je palet hebt liggen, dan kun je snel doorwerken. Kijk, dan zullen we die achtergrond er meteen maar even inzetten. Lekker volladen. Dan gaan we eens kijken hoe leuk dat schildert. Kijk, huppakee. Inkleuren maar die lucht. Hier is het allemaal relatief wat van dat donkerder blauw. Hè? Dus dat is allemaal heel relatief. Hè? Donker, donker, wat heet donker. Zo. En dan gaan we gewoon een beetje door naar de volgende stap. Gewoon, huppakee. Ik maak het penseel ook niet schoon, hè? Dat is niet nodig. En lekker dik erin zetten, zodat het goed nat blijft. En dan smeer ik dat even door. Ja, ik laat ze elkaar nog niet raken, die twee kleuren zie. Dus ik zet ze even naast elkaar. En hier ga ik een beetje om die vuurtoren heen, maar niet te precies. Maar ik weet nog wel ongeveer waar die staat dan. Hè? Dus dan zet ik hem er gewoon straks weer voor langs. Nou, nu heb ik die baan daar zo'n beetje neergezet. Dan ga ik ze even door elkaar werken. Gewoon naar elkaar toe laten lopen. Hier nog even wat extra verf. Kijk zo. En dan gewoon heel kort. Zoals nu ga ik er gewoon even heel zachtjes. Oefen ik niet te veel druk meer uit. Even zachtjes eroverheen. En voilà. Dat is de overgang. Zo makkelijk gaat dat als je het goed voorbereidt op je palet. Dat is de hele truc. Trouwens, dat is ook de truc met olieverf. Maar bij olieverf kan je er wel mee wegkomen om tussendoor nog te gaan mengen op je palet natuurlijk. Omdat het niet zo snel droogt. Maar bij acryl is dat anders. Oh, wat doe ik nu? Nou ja, deze kleur had eigenlijk hier gemoeten. Dat is die lichtste variant. Zo, en die zet ik er maar meteen gewoon half zo overheen. Over wat ik al heb. Nou, dan doe ik dat hier ook wel gewoon. Wat kan mij het ook schelen? Huppakee. En vanaf hier is het wel leuk om het iets blauwer. Ik stap dus weer even terug naar die vorige kleur. Die had hier nog wel gemogen. Sterker nog, hier mag het nog misschien wel iets donkerder. Nou, ik doe eerst nog wel even deze kleur. Ik laat hem even tegen de horizonlijn eigenlijk aanlopen. En dan krijgen we die berg hier, die rots. Zo. Dan ga ik er gewoon even omheen. En als je genoeg verf aan je penseel doet ook. Dan kun je de verf zo mooi om de vormen heen laten lopen. Hè? Dan gaat het eigenlijk haast, ja dat klinkt gek, maar het gaat dan eigenlijk haast vanzelf. Zo. En misschien, ja, even kijken. Ik denk dat ik hier nog een klein beetje van dat blauw erin doe. Ja, dus dat zet ik er gewoon even nat in nat een beetje zo in. Vind ik wel leuk. Dan krijgt het een beetje iets, iets luchtigs. Zo. Zoiets. Ja, we kunnen het hier nog even ietsjes terugwerken, zo. Zo, hè? Dat is leuk genoeg. Nou veeg ik mijn penseel even gewoon een beetje af aan een doekje. En dan begin ik met die lichtste kleur voor het water. Want dat wil ik nu even doen, die horizonlijn. Omdat die andere kleur nu nog nat is. Die kleur die daarboven staat van die lucht. Kijk, en nu zet ik eerst die lijn neer. En daarna
veeg ik hem even af. Ga ik ze even proberen zachtjes in elkaar over te laten lopen. Door hem half over die twee kleuren heen te trekken. Ik hoop dat het lukt. Zie, dan veeg ik hem weer even schoon. Dan ga ik nog even een keertje langs. Gewoon half over die twee kleuren heen. Zo. Dat hebben we vast gehad, dat moeilijke stukje. Want zo hebben we niet zo'n harde lijn. Die lijn is een beetje, die twee kleuren zijn een beetje in elkaar vermengd. Waardoor je niet zo van baf zo'n striptekeninglijn krijgt. Maar gewoon een wat subtieler lijntje. Nou, nu pak ik maar eens die donkerdere variant van dat water. Kijk, en die zet ik er eerst weer gewoon even een beetje naast. En dan ga ik hier even omheen. En dit ga ik allemaal, ja, je kunt daar nog, nou, dat vertel ik zo wel, laat ik zo wel zien. Ik wil te veel tegelijk, maar je kunt natuurlijk daar een beetje nat in nat wat dingetjes doen. Kijk, ik zet eerst even dit zo neer. Vanaf hier wordt de kleur een beetje anders, hè. Nou, we kunnen het hier nog wel even terug laten komen. Eigenlijk is het daar wat lichter. Maar goed, ik zet het maar gewoon even neer. Dat kunnen we altijd nog wel even aanpassen. Zoiets. Dat laten we maar even zo. Maar nu doe ik even gauw dit oplossen. Even gauw. Deze twee kleuren ook weer. Ik veeg even mijn penseel schoon. En even gauw die door elkaar heen laten lopen. Huppakee. Zie, nou loopt het mooi zachtjes in elkaar over. Nou gaan we hier eventjes heen. Want dat wil ik nu even nat en nat meteen een beetje oplossen. Pak ik even iets van dat lichtere mengsel. En dat meng ik eventjes door dat donkere mengsel heen. Dus dat krijg ik eigenlijk een soort tussenkleur. Hè? En dan ga ik eens kijken als ik dat er een beetje doorheen doe. Een beetje zo half zo. Kijk, hier mag het wat lichter. Zie. En dat schuim, dat schilder ik er straks wel overheen. Dus dat kan wel zo, hè? Nou, zulke soort dingen kan ik hier ook wel even een beetje doen. Dan maak ik dat, die donkerdere kleur van het water maak ik net ietsjes lichter. Dus echt, het is heel minimaal. En dan ga ik eens even her en der even er nog zo doorheen. Zie je dat? Je ziet het amper. Maar er gebeurt wat, hè? Het gaat een soort van glinsteren, zal ik maar zeggen. En dat is eigenlijk genoeg. Dan ga ik even kijken, even met een kleiner penseel, ga ik deze kleur even iets aanpassen voor dat wat donkerdere schaduwstuk. En ik denk dat ik er gewoon, ik zit even te kijken, als ik het nou eens gek doe en ik gooi er wat ultramarijn doorheen, om het wat donkerder te krijgen, want het wordt toch een vrij grijzige kleur, dus dat maakt niet zoveel uit. Ik gebruik gewoon even ultramarijn, wordt die wat donkerder. Het is misschien wel erg donker. Zo. En dan wil ik hem grijzer hebben, dus ik zal er even ietsjes geel ook doorheen doen. Wel voorzichtig hoor, want dat geel dat is wel wat sterker dan die ultramarijn. Nou kan ik niet zo goed inschatten of ik goed zit. Dus ik pak eventjes de beproefde methode, de belastingaanslagen, die we niet meer gebruiken. Kijk. Het is bijna goed. Hij mag ietsjes lichter. Ietsjes. Nee, maar dit is... dat klinkt stom. Maar dit is echt een van de beste hulpmiddelen die je maar kunt hebben. Die simpele papiertjes. Kijk, je kan dan zo goed zien of je in de buurt zit van wat je moet hebben. En wat er nu dus gaat gebeuren, dat is leuk. Even kijken hoor. Wel concentreren. Deze loopt zo, dan loopt die zo. Oh, daar zit daar nog dat rotsblok in het water. Nou, wacht eventjes. Maakt ook niet zoveel uit. Ik zet dit zo neer. Kijk. En dat is maar een heel klein beetje een verschillende kleur. Dan de kleur die er al stond. En toch maakt dat verschil. Wat heb ik hier nou gedaan? Geen idee. Ik heb hier iets verkeerd geschetst. Maakt niet uit. Hier maak ik hem wel iets donkerder. Ook nog iets grijzer. Ja, dus weer wat extra geel erdoor. Dus dat is hier.
voor echt voor die schaduwkleur. Oh ja, hier zit dat rotsblok. Nou, is een beetje. Ik heb daar iets niet helemaal lekker gedaan, maar goed. Die schaduwkleur zet ik hier meteen eventjes overal neer. Hier in het schuim wordt het iets paarser. Nou, gooien we er toch gewoon een klein beetje karmijn doorheen. Huppakee. Ja, dus dat is maar heel weinig hoor. Het is net iets anders dan wat ik al had. Kijk. Ik denk dat... Oh, dat is nog net ietsjes te. Ook iets te donker. Klein beetje wit erbij. Ja. Dat is aardig. Goed genoeg. Dus dat is voor schaduw op het schuim. En dat werkt nu natuurlijk nog niet, omdat het schuim er niet is, hè? Maar als wij het schuim erop schilderen... Zullen we maar meteen even doen. Dus ik maak even het penseel schoon. Dan gaat dat wat meer samenwerken. Is dat schuim nou spierwit? Waarschijnlijk niet. Want zo makkelijk is het meestal allemaal niet. Nou, kijk, we kunnen gewoon wit natuurlijk als basis... Nou, waarom pakken we niet dit gewoon als basis... Dat lichte kleurtje uit de lucht, waar een beetje rood al doorheen zit, dat ga ik eerst eens eventjes gebruiken. En dat maak ik ietsjes blauwer. Ik doe er ietsjes geel doorheen. Kijk, voor... Nou, daar bijvoorbeeld. Ik ga eerst eens even kijken hoor. Dit is vrij licht, dus die zet ik eerst eens eventjes hier neer. Dat schuim, dat zullen we ook eventjes eigenlijk in laag opbouwen. Dus ik doe eerst maar eens eventjes een beginlaag, om het zo maar eens te zeggen. Dan zal ik hem daar ietsjes donkerder maken. Met wat van dat blauwe mengsel. Van dit. Klein beetje geel ook erdoor. Zo. Zie je, dus dat is meer van dit spul. Maar dat kan dus altijd straks, want ik hou het eerst maar even zo. Ik kan er straks wat meer wit overheen zetten. Hè? Dus ik begin gewoon even met een soort, hoe moet ik dat nou zeggen, een soort onderkleur. Hè? Waar je gebruik van maakt, waar je gewoon overheen gaat in een later stadium. Nu pak ik even een wat preciezer penseel voor de wat kleinere gebieden. Zoals daar en dan... Die golf daar, die is behoorlijk heftig. Die is dat schuim. Dat gaat zo. Maar die mag veel lichter worden in een later stadium hoor. Maar ik zet hem maar gewoon vast even zo neer. Even kijken. Hier loopt waterschuim voorlangs. Ja, het is een beetje bende. De schets klopt niet helemaal. Maar goed. Hier gaan we dus richting die schaduwplekken. En volgen we gewoon een beetje het ritme dat we zien. We hoeven niet elk golfje, elk schuimdingetje precies goed te doen. Maar een beetje dat ritme erin is goed genoeg. Kijk, en dan ga ik even kijken... Oh ja, dan maak ik hem dus wat lichter. Weer even wat meer puur wit erin. Vooral voor deze. Maar het is dus nog steeds niet... Het is niet spierwit hoor, maar... Het komt er dichtbij in de buurt. Het zit nog steeds wat blauw en een beetje geel doorheen. Dus doe ik even die bovenkant daar. Zo. En ik laat iets van die andere kleur daaronder staan. En hier zit dat ook... Hier zit veel... Vrij licht. Zet ik er gewoon even iets overheen. Hier ook. Zie je, maar die andere laag laten we staan. Die er al onder zat. Die basislaag. En voor je het weet krijg je daardoor gewoon dieptewerking. Hè? Dat gaat samenwerken, die lagen.
En hier maak ik hem weer net ietsjes donkerder. Dus ik hou hier de lichtste delen gewoon wel, maak ik wel iets lichter dan wat er staat. Maar ik ga het niet te veel overdrijven. Dat kan altijd nog als het nodig is. Maar beter om dat achter de hand te houden. Wat je nu dus ziet is dat... Kijk, dat water dat werkt natuurlijk allemaal nog niet helemaal. Omdat we missen contrast. En ook vooral kleur eigenlijk. Er moet een kleur naast liggen waardoor het gaat samenwerken. Dus in dit stadium moet je niet denken... Oh, mijn schilderij gaat mislukken. Nee, ja, dat kan. Dat kan altijd nog. Dat kan bij mij ook. Maar je moet gewoon doorgaan en kleuren blijven opzetten naast elkaar. Want pas als er meer kleuren naast elkaar komen te staan... gaat het er logischer uitzien. Ik zal snel laten zien wat ik bedoel. Maar dat komt zo vaak voor dat mensen er dan de brui aan geven... en zeggen van nou, dit wordt niks meer... En ik snap het wel, maar je moet die ervaring even hebben van gewoon doorgaan. En wat is dat nou voor een soort grijs? Hè? Dat is, ik pak gewoon ultramarijn. Dus ik bedoel eigenlijk, dat is eigenlijk een soort grijs. Ik pak gewoon van alles wat ik hier heb. Gooi ik even door het ultramarijn heen. Het moet toch grijs worden, dus het maakt eigenlijk helemaal niks uit wat voor kleuren ik pak. Het gaat mij nu in eerste instantie... om een soort toonwaarde te krijgen die in de buurt zit van dit. Nou, het is nog een beetje te licht misschien. En het is veel te blauw, hè? Maar dat geeft niks. Ik gooi er wat karmijnrood doorheen. Ja, dus nou zitten er ultramarijn zit erin, wit. Zit er eigenlijk van alles in. We gaan wel kijken wat we ermee kunnen. Daar kunnen we vast wel iets mee met deze kleur. Kijk, dat is qua toonwaarde niet onaardig. Nou, dan kunnen we ook nog wat van die... waarom niet? We hebben hier ook nog, hoe heet het liggen? Phthalo, gooi ik er ook gewoon doorheen. En dan zal ik zo ook eens wat geel er doorheen gooien. Want dat is een kleur die er eigenlijk behoorlijk nog aan ontbreekt. Maar ik bouw het rustig op. Niet meteen bam, helemaal volgooien met geel, nee... Stapje voor stapje. En zie wat voor soort kleur er dan komt. Grijs. Heerlijk, hè? Als je dus drie primaire kleuren door elkaar gooit... dan kun je altijd heel makkelijk bij grijs terechtkomen. En dat grijs kun je heel makkelijk weer naar een bepaalde kleur laten kiepen. Er ontbreekt dus weer wat blauw aan mijn kleur. Dus ik heb even iets van die phthalo er doorheen gedaan. Nou kijk, nu zitten we heel aardig in de buurt. Hè? Niet dat nou overal die kleur precies hetzelfde is. Want hier zie ik meer wat van dit. Hier zie ik hem net ietsjes. Dan zie ik een heel klein tikje dat er bij mij wat karmijn aan ontbreekt. Dus iets rood zal ik maar zeggen. Een beetje rood ingrediënt. Dus laat ik die gewoon eens bewaren. En doe ik hier een heel minimaal tikje karmijn doorheen. Dan wordt hij net iets paarser. Het is waarschijnlijk amper te zien, maar dat is het op de foto ook. Dat is ook amper te zien. Het gaat vaak om hele subtiele verschilletjes tussen wat warmer en koeler, om het zomaar eens te zeggen. En toch, als je je daaraan houdt, als je het ziet ook, je gaat het ook steeds meer zien als je schildert, maar als je daar een beetje aan houdt, kijk, dat is een goede kleur voor hier, dan ga je dus zien dat het... allemaal driedimensionaal gaat worden. En hier is het eigenlijk wat bruiniger daaronderin. Daar zal ik, en dat is het ook ietsjes lichter, zal er nog iets voor apart leggen. En om het bruiner te krijgen moet er wat meer geel en wat meer rood in waarschijnlijk. Ik ga eerst eens wat meer geel doen. Hij wordt dan ook vanzelf natuurlijk iets lichter. Maar ik heb nu dus een beetje weer, zie je, dit ligt allemaal nog heel dicht bij elkaar. Dat gaat de goede kant op. Nou ontbreekt er wat rood aan. Ja, om wat iets meer die... dat bruinige idee te krijgen. Nou, dan zal die nou misschien net iets te rood blijken te zijn. Maar ik weet het niet hoor, want soms word je ook in de maling genomen door je waarneming. Ja, zie, dit is nog helemaal nog niet zo verkeerd. Dan mag die net ietsjes lichter nog. Dat doe ik ook heel voorzichtig, heel klein beetje maar. Want zoveel lichter is dit niet, hè? Dat wou ik even laten zien. Dat je dus... als we nu die kleuren erin zetten, dat het er logischer uit gaat zien. En daar houden we van, hè? Logica. Er is al genoeg onlogica.
Dan ga ik eerst eens kijken naar, die wat, ja, wat zal ik eens doen? Eerst maar eens die bovenkant. Dat heeft wat meer van dat blauwige. Hier zo. Zo daar. Daar een beetje, huppakee. En dan krijg je straks natuurlijk weer dat dit er onlogisch uitziet, omdat we de kleur van dat gras daarboven er nog niet hebben. En snap je wat ik bedoel? Dus zo blijf je de hele tijd aan de gang, hè? En daarom zeg ik ook eigenlijk van, ja, je moet eigenlijk het hele schilderij een keer gehad hebben. En dan pas komt die logische uitstraling. Dit ga ik gewoon even in zijn geheel zo doen. Dat kan mij het schelen, zo. Maar even groot en simpel houden. Nu pak ik iets van die wat warmere. Hè? Dan pak ik heb dit mengsel gepakt en iets van dat wat warmere mengsel er doorheen voor deze rotspartij hier. Die is net ietsjes anders, die is iets warmer. Nog maar weer wat meer van dat spul. Nou, dan steek daar nog zo'n blokje een beetje uit. Oh, die had ik beter iets hoger gedaan. Nou ja. Zie, een beetje zo doen. Jups. Steek hem daar maar heen. We hoeven nog niet alle details erin qua kleur en qua dingest. Maar de hoofdzaak is dit. Tot nu toe, hè. Nou, dan heb ik ook hier die warmere partijen. Die ga ik hier er ook een beetje inzetten. Dus dit is net ietsjes warmer. Daar is het nog iets weer dat koelere en ook ietsjes lichter. Dus doe ik er een heel klein beetje wit doorheen. Om dit even iets lichter te houden. Dat is misschien al een beetje veel. Nou, het valt nog mee. Zie je, daar onderin wordt het weer behoorlijk donker. Nou, zo donker zelfs heb ik niet op mijn palet liggen. Ik kan wel even iets ultramarijn en iets... karmijn en iets geel nog door elkaar gooien. Om te proberen of ik dat zo snel voor elkaar krijg. Ik denk het niet. Nou, een beetje. Maar die is wel erg donker. Zo. Gebeurt hier trouwens op die rots ook, hè, die in dat water ligt. Ook eventjes nog straks wat dingen aan gaan doen. Zo. Goed, nou pakken we die warmere kleur. Dat meer grijs. Zie, dat ligt verschrikkelijk dicht bij elkaar. Maar toch gebeurt er al iets, hè? Even zien, hier, deze. Vooral zo. Ja, nu is dit toch een beetje te donker. Ik smeer het even een beetje weg. Dat kunnen we zo nog wel even doen. Dus dit is een beetje wat je zo een beetje ziet. Hè? Dat een beetje, hier kan het een beetje er her en der doorheen. En er zit eigenlijk nog iets van dat wat donkerdere spul hier zo. Die loopt daar achterlangs. En heb je hier nog wat van die donkere schaduwplekken. Die zet ik er vast in. En daar moet ik het dan ietsjes lichter maken. Afvegen maar weer. Hup. Dus dit kan ik ook met dat grijs doen, denk ik. En dan net ietsjes lichter maken. Ietsjes maar hoor. Echt heel weinig. Want het is nog steeds schaduw. Hè? Het is lichter, maar het is en het blijft schaduwpartij. Zo, hè? Dus dat is dat. Even kijken, een iets warmere variant. Dus even een klein beetje rood en een beetje geel doe ik door elkaar. Ik heb een beetje wat van het oranje. Dat doe ik een beetje door dat grijs. En dat is meer voor hier. Het is vooral voor hier kan dat wel werken, denk ik. Daar is het nog wat donker. Daarbovenin wordt het al gauw weer wat lichter.
Hoe licht? Dat is even de vraag. Dat is een beetje moeilijk in te schatten. Dit is niet onaardig. Klein beetje wat meer geel en een klein beetje. Of is dat al goed? Ik ga even checken. Ah, dat is aardig. Ik kan een heel klein tikje rood bij. Zo. Dus hier zo bovenop een beetje doen. Zo. Zie, dus dan krijg je dat. En diezelfde kleur kan ik hier ook her en der gebruiken voor die, ja, zijkantjes een beetje. Dus hier soms zo'n dingetje. Zo bovenlangs net eventjes iets. Zie je dat? Daar zo. Maar dat ziet er nu weer raar uit, omdat we nog geen graskleur hebben. Dus ja, en hier kan dat ook, hè. Dat net wat lichtere spul. Eventjes zo op dat richeltje. En hier her en der even zo naar beneden laten lopen. Zie? Ja. Even kijken. Hier even nog iets meer variatie inbrengen. Even hier nog een iets lichter stukje. Zo, net ietsjes lichter. Maar je krijgt al een beetje dat atmosferische gevoel. Oh ja, dat lichte kleurtje. Ik kan hier dus ook even in die rotspartij die daar uit het water steekt. Zo, nou, dat zullen we nog wel een keer moeten aanpakken, want daar ben ik nog niet zo tevreden over, maar dat geeft niet. Zo hebben we al het een en het ander staan. En hoe meer, kijk, nu begint alles er steeds ietsjes, het begint er steeds iets logischer uit te zien. Maar nu ziet dit er weer gek uit, omdat we hier weer geen referentie aan de voorgrond hebben en geen groen daarop bijvoorbeeld. Laat ik nog heel even dit groene vlakje erop zetten en dan nemen we pauze. Even kijken wat een handige kleur is qua toonwaarde. Nou, laten we deze pakken. He, dus ik pak gewoon dat grijze rommeltje wat een beetje naar blauw kiepert. Dat maak ik ietsjes lichter. En ik zal hem ook ietsjes geler maken natuurlijk. Dus als ik een beetje geel doorheen doe, wordt het vanzelf een groeniger grijs. Oh, ik heb niet helemaal goed gemeen. Oh, nou gooi ik er wel erg veel geel doorheen. Kijk, dus het kiepert net van wat blauw wat naar wat groen. Dat is misschien te weinig. Ja, dat is te weinig. Er mag nog iets meer geel in. We gaan gewoon dus dat grijs wat ik al heb net zo lang aanpassen tot ik een kleur heb waar ik wat mee kan. Nou, liever beginnen vanuit te veel grijze kleur dan meteen uit een te felle kleur, want het is zo'n grijze kleur kun je makkelijk een beetje oppeppen door er wat kleur in te stoppen. Kijk, wat is dit voor iets? Zit dat al in de buurt? Voor daar wel. En voor hier is het, mag het ietsjes meer pit krijgen. Maar kijk eens, voor hier is dit al goed. En het is een, als je het zo ziet op het beeld, denk je, ja, maar dat is toch grijs? Dus dat is de grap, hè? Heel veel kleuren zijn behoorlijk grijs. Terwijl het er toch kleurrijk uitziet op de een of andere manier. Hè? Dus ik ga even kijken, waar zie ik dat die kleur nou terugkomen? Hier bijvoorbeeld een beetje, hier. Dus ik pak nu even een klein rond penseel, omdat ik even wat, ja, precisie wil doen op sommige plekken. Zie je, dus daar een beetje en dan loopt het hier een beetje zo. Kijk, dan heb ik dat vast gedaan. Op sommige van die plekken. Kijk, komt het een beetje zo die schaduw in natuurlijk. Hè? Dus dan buigt dat randje net even om. En dan krijg je net dat lichtere stukje dat je dat net even ziet. Zoiets. Kijk, nou stap ik gauw over naar mijn grotere penseel. Om dat grote vlak even te vullen. Dus ik ga gewoon kijken of ik dat hiermee een beetje kan bereiken. En als het niet groen genoeg zou zijn, is er nog niks aan de hand. Dat kan ik heel makkelijk nog groener maken. Maar als ik daar een heel fel groen neerzet, dan wordt het lastiger, want dan moet ik hem gaan afbreken. En dat is moeilijker dan een grijsgroen wat oppeppen. Kijk, dus dit is wat ik als basis daar neerzet.
En zie je nou dat dit ineens veel logischer allemaal weer eruit gaat zien? Als het goed is. Als ik het goed voordoe. En nu, hier, mag het wel ietsjes groener worden. Dus dan pak ik gewoon een klein beetje phthalo. Heel giftig pigment. Kijk uit. En nog een klein beetje geel. Ja, giftig in de zin van de kleur. Ja, pigmenten zijn ook wel giftig. Ik bedoel, je moet ze niet opeten. Maar sommige pigmenten zijn wat giftiger dan andere pigmenten. Hè? Dus bijvoorbeeld cadmiums zijn behoorlijk giftig. Daar moet je mee uitkijken. Dan moet je niet te veel op je huid krijgen. En zeker niet opeten. Maar als je schildert, dan verwerk je ze natuurlijk in vaste vorm. Ze zitten dan, die pigmentdeeltjes zitten in de verf, dus ze vliegen niet vrij door de lucht. En dus dat maakt verder niet zoveel uit. Als je gewoon normaal ermee doet, is er eigenlijk niks aan de hand. Dat is eigenlijk wat ik wou zeggen. Kijk, hier pak ik net dat iets groenere stuk. Dan doe ik nog, pomp ik een heel klein tikje extra geel erin. Heel klein beetje. Heel klein beetje phthalo. Echt voorzichtig doen. Zo, dus er gaat net iets extra groen in, let op. En dan is het ineens, komt dit voor die te liggen. Zie je dat? En het is zo'n minimaal verschil, dat je ziet het haast niet eens. Nu ik die kleur toch heb, die kan ik hier ook wel even meteen op dit stukje zetten. Dus dat heb ik hier. En dat grijs wat er omheen moet en zo, en er doorheen, dat komt dan wel een keer. Maar dan heb ik dat ook maar vast gedaan. Zo, daar moet ik eigenlijk zorgen dat het wat gaat ombuigen. Nou goed, dat komt nog wel. Hier maak ik het weer wat grijzer. Voor hier. Goed, dat komt nog wel. Dat is, ja, dat zag ik nu zo liggen. Dan kan ik kan eigenlijk heel moeilijk stoppen soms, hè. Het enige wat ik nog wil doen, je ziet ook soms een beetje dat het wat bruiniger wordt. Dus dit mengsel wat ik hier heb, dan maak ik weer ietsjes grijzer. En dan doe ik er een klein beetje karmijn bij. Kijk eens. En ja, misschien nog een heel klein beetje. Echt heel weinig, heel weinig. Misschien en ook een heel klein tikje geel. Het is net een iets andere variatie. En je zal het haast niet gaan zien. Nee, dat zie je wel heel weinig. Maar dat heb ik liever dan dat het in één keer boink een totaal andere kleur is. Maar dit is dus echt van dat gepriegel met hele kleine nuances. Zien jullie dit? Ik hoop dat het de camera dat kan oppikken. Maar dit is dus, daar zit net ietsjes meer bruin-oranje-achtig in. Maar niet overdreven. Dus het is gewoon heel weinig, waardoor het eigenlijk, doordat die toonwaarden, dus hoe licht en hoe donker ze zijn, die liggen zo dicht bij elkaar en de kleuren liggen zo dicht bij elkaar, maar dan krijgt het dus iets vibrerends. Hè? Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Hier, ik zal het nog even ietsjes overdrijven voor sommige stukjes. Dus ik maak hem iets meer oranje. Zo. Ietsjes lichter dan ook. Bijvoorbeeld hier om die rand heen zie ik zoiets, dat is een beetje meer van het oranje spul. Zo. Het komt hier ook een beetje terug. Maar het is haast niks. Zie? Dat is eigenlijk gewoon genoeg. Nou, zo laat ik het even. Ik ga even pauze nemen. Moet ook wel eens gebeuren. En dan gaan we de volgende keer verder. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.